Wat zijn we aan het doen, Margo? We zijn aan het inruimen. Want we gaan nu weer een stukje verder. Ja. We gaan eerst naar de supermarkt. Hier vlakbij. Ja, even water halen. En een broodje. En dan rijden we naar een natuurgebied. Een natuurpark. Het schijnt een onwijs mooi plekje te zijn. Dus nou, dan gaan we daar even kijken. Ja. Toch? Ja, is goed. Gaan we regelen. Jullie gaan het zien en meemaken, tenminste. Jullie gaan het zien, hoop ik. Niks vergeten. Boodschappen doen. Kijk, zondagochtend. 10 voor half 10. En we rijden door wegen en we hebben bijna nog niemand gezien. Kijk, dit is een heel klein slaperig dorpje weer. Ja, en overal hebben ze drempels. Ja. Dat is echt een drama, vind ik. Ja, dat weet je. Eenzame fietsen. Ja. Want waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Daar heb je hem. Daar heb je hem. Wij stonden aan de andere kant. Ja. Mond vol toe. En wij gaan de Paas de mond vol toe. Dus langs de mond vol toe. De route Paas de mond vol toe. Weer een dorpje neergesmeten daar. Ja. Geweldig. Mooi, hè? Ja. Hey. Wil je nou geslapen hebben? Ja. Weet je wat hier een nadeel van is? Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Kijk, het nadeel is dat je... Kan je hem dichtbij halen? Ja, ik kan hem wel dichtbij halen, maar... Oh ja, zo. Echt wel mooi. Maar je hebt iets tegenlicht van de zon. En weten jullie wat nou het leuke is, het mooie is? Als je dus dat ziet en je scrolt, ja, zoomt iets uit. En je gaat heel langzaam naar beneden. Kijk. Dan heb je dit uitzicht. Nou, vind je niet onvoorstelbaar? Ja, ja. En het grappige is dat deze mensen die hier naast ons staan, die hebben hier gewoon geslapen. Kijk. Dat kan, nou ja, dan moet je hier wel de weg weten. Ja, tuurlijk. Anders je moet ook niet in het donker aankomen. Nee. Kijk, daar heel in de diepte ligt nog een heel klein plaatsje. Even kijken wat ik aan... Met een Alpen. Ja. Geweldig. Mooi, hè? Schitterend.
hier zijn we dus even voor gestopt. De Almighty. Zie je, het grappige is, dan zie je daar die dinges en dan zie je ietsje naar rechts. Zie je, dat weerstation. Daar is dat weerstation, daar hebben wij toen gestaan. Ja. Prachtig. Kijk in mijn spiegel. Zien jullie het? In mijn spiegel de Mont Ventoux. Nou, leuk hè? We rijden nu de droom uit en we gaan nu region Auvergne, Hoorn en Alps. Gaan we in. Het stikt hier van de wielrenners. Oh, fietsers. Ja, sommige land. Ja. Zo. Kijk, dat is leuk. Ik moet even hier vasthouden. Er niks achter ons. Kijk, deze. Na 300 meter links omslaan. Prachtig, prachtig, prachtig. Rechts opslaan. Daarna bestemming bereikt. Daar zitten we dan. Midden in de Alpen. Ja. Even een lekker broodje en een vers bakje koffie. Brood met biefstuk. De brood was nog warm dat ik vanmorgen gekocht heb. Ja. Nou, dan in de middle of nowhere. Ja. 60 kilometer, ruim anderhalf uur, want het is alleen maar bochtjes. Heel hoog. Nou, hier blijf ik echt niet staan. Dit is niks. Hè? Nee. Toch? Het is een leuk plekje als je op doorreis bent of zo. Dat je zegt, nou, ik ga overnachten. Ja, wat moet je op doorreizen in midden in de Alpen? Ja. Nou. Ja, en er rijdt even goed genoeg langs. Ja. Ja. Oké. Okay. Midden tussen de groene. Die meneer staat ook te kijken. Ja, die zit ook te kijken. Kijk uit. Ja. Ja, wacht even. We gaan zo met de rechter op. Uitgaan. Ici, 22 februari 1944, on Été Arrets. Été is pas Arrets. Cidrian de Bourguin de la Tongue. Gedood en gedeputeerd. Hommage aan André Richard Bernard, ook gedeputeerd. Tout du masque Ventoux. Midden in the middle of nowhere. Net over de Sannes. Is het één bedrijf? Ja, het is hier gebeurd. Het is gewoon in de oorlog gebeurd. Ja. Nou, je kan het misschien dichterbij halen als je hem dan bewerken bent of zo. Ja. Nou, jij hebt al veel gelezen. Ja, maar ja, ik weet niet of ik het goed gelezen heb. Zover als we kunnen kijken, mensen. Alleen maar lavendel. Oh, prachtig, prachtig.
Wat een mooi gezicht. Ik ruik het nog niet zo. Nou, ik ook niet zo, nee. Maar dat komt misschien wat verder in het jaar. Banon. Nou, Banon moet het zijn. Als je ergens moet wezen in de Alpen, dan moet je in Banon zijn. Bijna zeker. Dan kijken we die kant op. Nee, en anders kijk je naar de lavendelvelden. Ja, dat is mooi, nou, denk ik. Die plek staat. Ja, nu nog wel. Kijk. Dit is toch veel mooier, jongens. Ja, maar die daar ook stroom. Ja, maar ik weet wel. Je moet wel je luifel een stuk uitzetten, want anders dan... Ja, wat heeft dat ermee te maken? Kost 5 euro per nacht. Hè? Nee. Wat, die koelkast zit aan die kant. Ja. Oh ja, maar die gaat op stroom natuurlijk. Nou. Maar dat maakt niet uit. Je kan toch even goed hebben. Die man heeft ook zijn luifel een stukje uit. Nou, hier staan we. En het is een... prachtig mooi camperplekje. Nou zeker. We zijn Kijk. Alleen een beetje illegaal bezig. Want? Dit is campinggedrag. En dat mag niet. Oh. Dus, nee, maar zodra de zon een beetje die kant is, dan gaat gewoon die luifel dicht. Daar zitten we in de schaduw van. He? Ja, en we hebben die luifel niet opstaan omdat we... Nee, ter bescherming van je koelkast. Van de koelkast. En niet omdat wij anders in het zonnetje zitten. Nee. Maar kijk, dit is dus een heel ander soort plekje. En er staan hier 1, 2, 3... Hier 5 campers nu. Wow, dat de campers zijn er al meer bij, hoor. Jawel. Denk je ook niet? Kijk. Zie je? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nou, ik ben benieuwd of... of Rikje, want Rikje vond het helemaal 3 keer niks op zo'n camperplaats waar we gestaan hebben. En misschien dat ze waar nu we zegt... gestaan hebben? Oh, dat we in Vaison ja, ze ligt op zo'n stoffige parkeerplaats, daar moet je niet aan denken. Nou, Rikje, ik hoop dat je dit mooier vindt. Kijk, want op de eerste plaats hebben we dan niet uitzicht op de Mont Ventoux. Maar, kijk. En die hebben we vandaag wel genoeg gezien. Ja, die hebben we genoeg gezien. Kijk eens. Maar, hier zit ook een heel levendig dorpje bij. Ja. Want was dit echt weer in de out of the nowhere geweest? Nou, dan was het voor één nachtje. Maar vanmiddag gaan we eventjes het dorpje in. Maar ik ben gestoken. Middag of morgen? Ik denk dat we. Nee, maar ik denk dat we. 2 nachtjes blijven hier of zo. Nou, ik denk dat het vanmiddag juist weer uitgestart is. Het was rond de lunchtijd, was het druk. Wat ben je gestoken? Ja, even. We hebben Azeron mee. Nee, dat meen je. Je hebt al een halve tube leeg geknepen. Ja, heerlijk. En kijk, mensen, ik heb jullie wel eens laten zien over. Dat ik zo'n Makita. Gek ben op Makita, kijk.
En deze hadden we mee en we zijn er toch zo blij mee. Want accu'tje, pop. Nou ja, vandaag moet die accu wel weer opgeladen worden, hè? Ja, 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 alle, ja. En ik heb er nog eentje mee, reserve, dus we hebben altijd tegenover elkaar. En ja, alles is dicht omdat het zonnetje houdt natuurlijk de warmte een beetje weg. Maar mijn godie is bezig te, kijk, de boekhouding aan het inschrijven. En dan zit ze lekker voor de vin. Huh? En dan zit ze lekker voor de vin. Heel slim. Oké. Okay. Oké. Okay. Jullie gaan nog wel straks even meer zien. Even af. Want we gaan eventjes het dorp op. En kijk, en het dorp hier is helemaal omhoog. Moet je helemaal omhoog lopen. En wat jullie zien onder die luifel, daar zit de jeugd. En die heeft hele leuke muziek aan. Nou hoor ik het niet hoor. Nee, nou hoor ik het niet. En er zijn een paar jongens die zijn aan het voetballen. Oh, doe je die achterin? Ja. Oké. Okay. Ik ben even laten zien. We staan dus daar beneden. En dan heb je trappetjes, dan kan je zo omhoog lopen. Dus je hoeft niet over de weg te lopen. Kan wel. Kijk. Hier heb je zo'n trappetje naar beneden. En daar heb je zo'n trappetje naar beneden. Dan loop je zo naar de camperplaats toe. En mensen die zijn hier alweer aan het betanken. Dat is echt volgens mij een nationale sport hier zo. Betank. En heb je een supermarkt voor de deur. Util. In Banon. En kijk wat me opvalt. Er staat een hele grote zendmast. En vandaar dat mijn 4G zo goed is. Dus dan kan ik wel eens even kijken of vandaag nog even een video upload. Zie je, hier ook weer de trap omhoog. Centre Village en Service Péan. Kijk, hij is gewoon open. Zondagmiddag. Ja, ja. Er zijn ook ophopingen, hè? Ja. Kijk. Oké. Okay. Souvenirswinkeltjes zijn gewoon open. Daar staan ze daar in de rij. Voor het restaurant, denk ik. Dat is dus die fontein. Dit? Ja. Oh, oké. Okay. Hij doet het alleen niet. Hè? Hij doet het alleen niet. Ik denk dat dat een georganiseerde reis is. Ja, een gids of zo. Ja. Ja. Dit is een slager. We denken, gaan eens even kijken bij zo'n echte Franse slager. Is hij op vakantie? Ja, tot morgen. Kijk, het is 33 graden. Waar zie je dat staan? Net op het bord hier. Oh. Tempertje 33 graden. Fancy. Ik loop even naar de verder. Kijk, dat bedoelde ik, die boeken. Die zag ik net ook al staan. Is dit dan de grootste boekenwinkel van Frankrijk? Nou, ik heb zoiets gelezen. Ja, ik ook maar. Dat is wel grappig. Maar er zit geen... Ja, leuk. Die is hout. Ja, het is hout, ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ik denk dat... En dat loopt dan helemaal door naar achter of zo. Oh ja. Oh nee, ga je gang mevrouw. Moet je even binnenkijken? Of niet? Oh.
kan ik niks mee. Hoe doe ik hem? Kijk. Je zit hier. Als je hier op komt, krijg je zo'n rondje. Oh, kijk, okay. En door in te zoomen en uit te zoomen, dan krijg je... Nou, kijk maar. Maar ja, net was het leuk, hoor. Toen waren ze aan het meezingen. Kijk je uit? Is hij al uit? Nee. Nou, even wat vertellen over die jeugd. Hmm? Even wat vertellen over die jeugd. Dat er net twee campers weggegaan zijn om de... Staat hij nou aan? Ja. Oké. Okay. Vertel eventjes, dat die zit daar een jeugd op een bankje onder dat afdakje. Vanaf vanmiddag. En ze zit alleen maar aan de telefoon. En ze hebben muziek aan. Ze hebben geen drinken bij zich. Ze pakken af en toe een beetje water uit een kraantje. Ja. En ze zingen net lekker gewoon al die liedjes mee. Net zoals de jeugd in Nederland. Ja. Ik heb er geen problemen mee. Ik zie dit liever dan dat ze vechten op zou, hoor. Zo is het. En er waren wel twee, die zijn net weggegaan. Maar of dat specifiek is... Ja, maar die waren net meer. En dat was dat jongetje met het blauw-wit. Nou, die komt misschien weer terug. Kijk, want die twee jongens op de fiets. Nee, ik bedoel, twee campers stonden er. Oh ja, maar zou dat daarvoor? Toen maakten ze nu niet zo'n lawaai. Nee, maar dat ze toen kwamen, toen gingen ze zitten, maakten ze lawaai. Toen ging hij opbreken. Kijk, maar Godi zit aan de kaars en aan de borrel. We hebben ook nog niet zoveel gegeten vandaag. Nee, zeker niet. Eén brood en twee bakjes yoghurt. Nou, ik heb al twee croissantjes al op. En, oh ja, daar begon jij mee. Ja. Kijk, weet je wat zo leuk is? Als ik nou inzoom nu en dan ga over mijn goederhand heen, moet je eens kijken, jongens. Dan zie je de lavendel, hè? Dan zie je de lavendel. Mooi, hè? Ja, het is een mooi plekje, maar voor één dag. Ja, dit is een prachtig plekje, maar er is een dorpje ook. We zijn een dorpje in geweest. Ah, dat hebben jullie net gezien. Dat is gewoon niet zoveel te doen. Nee. Dus... Maar dat maakt niet uit. Het is lekker weer. Ja. Wind je zelf lekker? Nou, dat zou je mij niet zo gauw horen zeggen. Nee, maar anders zou het hier ook bloedheet zijn. Ja, het windje heb je echt nodig.